Na het uit de hand lopen van het Halloweenfeest in recreatiebad Stappengoor vroeg LSD-fractievoorzitter Hans Smolders een spoeddebat aan. Afgelopen maandagavond werd dit debat gehouden, waarin veel vragen werden gesteld aan de verantwoordelijke wethouder Erik de Ridder. Het niet gebruiken van de vingerdrukscanner bij de ingang van het zwembad werd veel besproken door verschillende partijen. De Ridder liet in het raadsdebat weten dat hij nog steeds achter de keuze staat om deze op dat moment niet te gebruiken. Volgens hem was de inschatting op het moment goed dat er zonder de scanner minder drukte zou zijn bij de ingang. Er kwam veel kritiek vanuit de raad omdat de meesten via de media te weten kregen wat er aan de hand was. De wethouder sloot daarom de vergadering af met het idee om een overleg te organiseren, waarbij de raadsleden in gesprek kunnen gaan met de werknemers van het recreatiebad.